Leden van de Nationale Assemblée hebben gisteren een bezoek gebracht aan de Merianmijn. Het doel van het bezoek was om een mogelijkheid te creëren voor de parlementsleden om zich op de hoogte te stellen van de bedrijfsactiviteiten, getuige te zijn van de naleving van de overeenkomsten die Nieuwmond Suriname heeft met de regering en de Pamaka-gemeenschap en om de impact van Nieuwmond Suriname op nationaal en lokaal niveau te laten zien. Het is nu 10 jaar geleden dat op 7 juni 2013 de wet Merian Goud Project werd aangenomen in de Nationale Assemblée van Suriname. Er is nog steeds een verbod op de verkoop van landbouwchemicaliën in supermarkten. Bestrijdingsmiddelen mogen niet in één ruimte worden uitgestald met levensmiddelen, kleding, diervoeding en huishoudelijke artikelen. Ook in een bar of restaurant mogen deze middelen niet verkocht worden. Bij overtreding zal dit aangemerkt worden als een economisch delict, schrijft het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. De controle en handhaving op deze wettelijke regelingen zal plaatsvinden in samenwerking met het ministerie van LVV en de districtscommissarissen.